sfeer in de jeanschool, dat is, is heel relaxed. We werken met z'n allen gewoon super chill samen. Hangt een hele fijne sfeer. Eigenlijk net alsof je thuis bent, dus je kan gewoon lekker je ding doen daar. En dat is wel heel prettig. De hele opleiding is eigenlijk opgezet omdat er nu eigenlijk een grote vraag is naar denim developers. Of mensen die eigenlijk heel erg professioneel zijn in de branche. Je hebt hier geen leger aan creatieve ontwerpers op roze wolken, maar mensen die echt met naaimachines producten maken, vingers blauw in de bleek. Het is een werkplaats. Ik zorg er straks voor dat het ontwerp wat de designer heeft gemaakt straks echt werkelijkheid is en dat je het kan aanraken. Ik organiseerde vroeger de Fashion Week en aldoende kwamen we er eigenlijk achter dat we meer een jeansstad zijn dan echt een couturestad. Toen kreeg ik de eiprijs van de burgemeester Cohen. Toen zei ik van nou, bedankt, maar we gaan er een jeansstad van maken. Bij die eiprijs zei hij, ik draag dit op aan een opleiding die ik wil gaan vormgeven samen met het mbo. Wat heb je nodig om een stad en een markt verder uit te bouwen? Dat is talent. Ik zit in die zaal en ik hoor dat en ik denk, met deze man wil ik verder. Nou, laten we beginnen met een pilot. Jij regelt een klasje en ik regel een programma. James zorgde voor de bedrijven. Die had meteen Levi aan boord. Die had meteen Tommy Hilfiger aan boord. We hebben allerlei denimpartijen om de tafel gevraagd en gezegd, wat moet er in die opleiding zitten om hem echt voor jullie passend en vraaggericht te maken? En we merkten dat de denimindustrie heel enthousiast reageerde. We merkten dat de studenten heel enthousiast reageerden. En later zijn we eigenlijk pas aan de baas gaan vragen of het mocht. Toen ging naar de raad van bestuur en gezegd, we willen deze opleiding opzetten. Daar hebben we een beetje startfinanciering voor nodig. We hebben een carte blanche gekregen om er gewoon mee aan de slag te gaan. Dit hele project had nooit van de grond kunnen komen zonder de samenwerking met de Dienst Economische Zaken van de gemeente Amsterdam. We hebben toen eigenlijk heel snel contact gekregen met Annelies Spork. En die ging hup naar de wethouder en zei, die moeten we doen. Dit geeft economische groei. Deze opleidingen zijn nodig. Die zijn ook enorm gaan lopen om deze hele omgeving voor elkaar te krijgen. Ik vind het ook te gek dat de overheid ook de lef heeft om aan dit soort buitengewone verhalen mee te doen. Het samenwerken tussen ondernemers en onderwijsmensen is om een heleboel redenen heel ingewikkeld. Je spreekt verschillende taal, je hebt een ander waardecreatiemodel, je hebt een andere manier van zaken doen. Wat heel goed ging, was dat we heel snel eenzelfde ambitie hebben kunnen formuleren. De studenten die hier vandaan komen, die weten werkelijk alles over de stoffen, over de pasvorm, over de patronen. En dat maakt ze dus ook zo enorm geschikt voor allerlei functies in de denimindustrie. In plaats van dat wij doen alsof wij een project doen voor een merk, komen mensen van dat merk bij ons langs. Dus dit is niet een school waar mensen op bezoek komen, hier wordt gewoon gewerkt. Wij zijn nu bezig met Tommy Hilfiger, een samenwerkingsproject. En we werken dan ook echt met de patroonmakers samen en de designers hebben ontmoet. Het is geen normale opleiding, je bent echt de hele dag bezig met echt professionals. Het levert je gewoon heel erg de kans op om contacten te leggen met mensen. Je doet echt je best, dan merk je gewoon dat het werkt. Dat heb ik ook gemerkt en dat is eigenlijk heel, heel erg bijzonder. En ze zeiden van ja, qua stages wordt dat toch wat makkelijker. Jullie krijgen toch echt wel de mogelijkheid om daar stage te lopen. En een aantal leerlingen die heeft ook al stage gelopen. Ik heb zelf bij Calvin Klein stage gelopen, dat is ook redelijk internationaal. Een ander meisje, vriendje van mij, daardoor die is op een gegeven moment nog een maand naar New York gegaan, omdat ze nog een maand over had. Dus er zijn echt kansen. De stagebedrijven hebben me ook echt mijn ogen geopend van hoe de wereld echt in elkaar zit inderdaad. En hoe ik tegenover de modewereld sta. En dat is wel, ik denk als ik zo meteen klaar ben, dat ik wel een heel ander mens ben dan ik voorheen was. Het grote succes, als ik het zo mag formuleren, van dit project, is dat onderwijs en bedrijfsleven zijn gelijkwaardig aan elkaar. Dit is hoe je beroepsonderwijs echt wil hebben. He, zo direct met de bedrijven, buiten de school. Iedereen die overweegt om ook zoiets te doen voor zijn of haar sector, zou ik zeggen, doe het absoluut. Het is een verschrikkelijke berg met werk. Het is eigenlijk niet te doen. Maar het is ook zo onwaarschijnlijk leuk en waardevol en de moeite waard. De weg die we nu in zijn geslagen met Jeanschool, die weg willen we in nog veel meer sectoren inslaan.